Het mediacontrolsysteem toont alle benodigde informatie in uw gezichtsveld, wat ten goede komt aan het comfort en de veiligheid. Hierdoor kunt u alle functies van uw auto direct op het instrumentenpaneel bekijken. U kunt de functies openen en instellen via de stuurwielknoppen. Via deze knop gaat u naar de 5 delen van het hoofdmenu: voertuiginformatie, radio, media, telefoon en instellingen. Gebruik één van deze knoppen om door de diverse submenu's te gaan. Druk op OK om een functie te kiezen of uw keuze te bevestigen. Met deze knop keert u terug naar het vorige niveau of annuleert u een actief proces. Ingedrukt houden om naar het hoofdmenu terug te gaan. Met een simpele knopdruk zet u de spraakherkenning op uw telefoon aan of uit. Eerst moet u de telefoon aan het audiosysteem van de auto koppelen. Daar komen we nog op terug. Hierdoor kunt u de functies van uw telefoon met uw stem bedienen en terwijl beide handen aan het stuur houden. En tenslotte kunt u middels deze knop van mediabron, nummer of radiozender wisselen en het volume veranderen zonder uw ogen van de weg te halen. Via deze knop kunt u ook oproepen aannemen of beëindigen. Dacia Mediabediening is een gratis, aanpasbare app die voor perfecte integratie met uw Dacia is ontwikkeld en beschikbaar is voor Android en iOS. Er is een speciaal gedeelte in de buurt van de USB-aansluiting gecreëerd voor uw smartphone. Zo wordt uw mobiele telefoon een waar verlengstuk van het instrumentenpaneel. De Dacia Media Control App en het multimedia systeem van uw auto kunt u apart gebruiken. Maar vergeet niet dat ze elkaar ook aanvullen. Hierdoor zal elke actie die u via de app op uw telefoon onderneemt meteen te zien zijn op het display van het instrumentenpaneel. En volgens hetzelfde principe kunt u de app en uw telefoonscherm direct via de stuurwielknoppen bedienen. Om te beginnen moet uw telefoon met het audiosysteem van het voertuig worden gekoppeld. Hiervoor moet u Bluetooth inschakelen op uw telefoon. Druk op deze toets om naar het menu van uw telefoon te gaan. Selecteer met deze toets Telefoon zoeken en vervolgens Telefoon koppelen. Het bericht Voer de code in wordt gedurende 60 seconden weergegeven. Selecteer Mijn auto of Dacia Mediabediening Multimedia bij de Bluetooth bedieningselement op uw telefoon. Voer tenslotte de code op uw telefoon in om de koppeling van de apparaten te voltooien. U kunt nu de Dacia Mediabediening app starten. Let op, voordat u de app voor het eerst gaat gebruiken, wordt u een tutorial aangeboden om u door het configuratieproces en gebruik van de app te leiden. Deze tutorial kunt u vinden in het menu Instellingen. Op het standaard startscherm ziet u ergonomisch en intuïtief de 6 functies van de app: radio, navigatie, voertuig, media, telefoon en instellingen. Er zijn meerdere aanpasbare startschermen beschikbaar. Swipe naar rechts op het scherm om naar het scherm met snelkoppelingen naar favoriete functies te gaan en houd vervolgens één van de functies ingedrukt om de pagina in te stellen. Vervolgens kunt u gekozen functies toevoegen, verwijderen of verplaatsen. Swipe naar links op uw scherm om andere pagina's met widgets te bekijken. Houd één van deze functies ingedrukt om uw pagina's in te stellen. In het navigatiemenu ziet u de door u ingestelde navigatietoepassing. De functie Ga naar mijn auto, die u hier vindt, helpt u om uw voertuig te vinden en leidt u er naartoe. Let op, deze functie werkt alleen buiten het voertuig en kan ook alleen buiten het voertuig worden geopend. De functie Multimedia omvat de menu's Radio en Media, waarmee u toegang krijgt tot de radio, de op uw telefoon of externe bronnen, zoals USB-sticks, MP3-spelers enzovoort, aanwezige favoriete muziek.
U kunt van mediabron wisselen met deze knop of rechtstreeks met de bediening aan het stuurwiel. Met dit bedieningselement kunt u van nummer of radiostation wisselen en het volume wijzigen zonder uw ogen van de weg te halen. Let op, Dacia Media Bediening neemt de favoriete voorinstellingen van de radio van het voertuig over. Het menu Telefoon maakt hands-free gebruik van uw telefoon mogelijk en biedt de volgende functies. Zoeken naar een contact in het adresboek, raadplegen van de oproepgeschiedenis, uw sms-berichten en uw agenda, of rechtstreeks een nummer kiezen om een oproep te plaatsen. Selecteer het pictogram Adresboek. Swipe omhoog vanaf de onderzijde van uw smartphone-scherm om door uw lijst met contacten te bladeren. Mocht er een adres bekend zijn voor een contactpersoon, dan kunt u de navigatietoepassing starten. Hiervoor drukt u op het pictogram Navigatie om routebegeleiding naar het opgeslagen adres te starten. De functie SMS wordt gebruikt om de laatste drie ontvangen berichten tijdens het gebruik van Dacia Media Bediening hardop voor te lezen. Let op, wanneer u een sms'je ontvangt, kunt u aangeven of u dit bericht wel of niet wilt afspelen via het audiosysteem van het voertuig. Met de functie Agenda hebt u toegang tot alle in de agenda van uw telefoon opgeslagen taken. Mocht er een adres bekend zijn voor een gebeurtenis, dan kunt u de navigatietoepassing starten om u er rechtstreeks naartoe te leiden. Het menu Voertuig wordt gebruikt om bepaalde apparaten te beheren en toegang te krijgen tot informatie van uw boordcomputer. De functie Eco-rijden geeft een real-time totaalscore weer voor uw rijstijl en houdt hierbij rekening met versnelling, anticiperen op remmen en juist getimede verandering van versnelling. U kunt uw totaalscore en aangepaste tips voor eco-rijden aan het eind van elke rit bekijken. Deze functie toont het real-time brandstofverbruik afgezet tegen het gemiddelde verbruik van het voertuig, zodat u zich een voorstelling kunt maken van uw rijgedrag. Hier vindt u alle informatie op het instrumentenpaneel, zoals de gemiddelde snelheid, het gemiddelde verbruik of de afstand die u sinds de laatste reset hebt afgelegd enzovoort. Het ritrapport beoordeelt uw rijstijl over de meest recente ritten. Druk tenslotte op Instellingen om het menu Voertuig in te stellen. In het menu Instellingen hebt u toegang tot de instellingen van het Dacia Mediabediening Multimedia Systeem en de tutorial over het gebruik van de app. Let op, de Dacia Mediabediening app is voorzien van een alarm voor vergeten telefoon. Wanneer de motor is uitgezet en het audiosysteem is uitgeschakeld, geeft uw smartphone een melding en een auditief alarm om u te laten weten dat uw telefoon nog in het voertuig ligt. Ten slotte raden we u aan om de app Dacia Mediabediening regelmatig te updaten.